dames en heren, ieder weekend nemen we de opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week met u door. En vandaag doen we dat vanaf het Lange Voorhout in Den Haag, waar dit weekend een foodtruckfestival gehouden wordt. Wat hebben we vandaag allemaal in onze uitzending? Regio viert Bevrijdingsdag. Strandtent Blue Lagoon opgebouwd na brand. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat kan je ze nageven hoor. En schoonmaken asbest in Hazenswouderdorp is begonnen. Ze hebben hier op de knieën de straat gezogen. Nou, dat doe ik niet eens in mijn huis. Welkom bij het TVS Weekoverzicht. 5 mei, bevrijdingsdag. Onder een strak blauwe hemel en met een heerlijk warm zonnetje kon er in de hele regio genoten worden van alle bevrijdingsactiviteiten. Bijvoorbeeld van de bevrijdingsfestivals. Mensen, zijn jullie ready? Als het aangaat, gaan we juichen. Oké. En... Ja, mensen. Het is gelukt. Onze festival is officieel voor u. Dat wij niet met al die beperkingen zitten. Dat je dus dit niet mag en dat niet mag. Geen ellende meer, lekker vrij zijn, geen oorlog meer. Dat wij dus hier lekker in het zonnetje kunnen zitten en genieten van elkaar. Dat is vrijheid voor mij. Te kunnen doen en laten wat je wil zonder andere mensen daarmee dwars te zitten. Dat ik mag denken en zeggen wat ik vind. En het oneens mag zijn met mensen zonder dat daar gelijk allerlei nare consequenties aan vastzitten. Dat er zo min mogelijk oorlog komt. Pissen 1,75, biertje nog veel te duur. Dit noem ik geen bevrijding, jongens. Bevrijding is alles voor niks en iedereen blij. Ik wens jullie allemaal een bevrijdingsdag. De mazzel. Een heftig incident deze week op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Een man steekt daar op meerdere mensen in. De politie schiet de verdachte neer en houdt hem aan. Vandaag lijkt het alsof er niks gebeurd is op het Johanna Westerdijkplein. Gistermiddag rond 3 uur zit hier de man die op mensen begint in te steken. Zijn eerste slachtoffer zit nietsvermoedend iets te drinken voor dit waterpijpcafé. Zo, wapen. Kort daarna klinken er schoten over het plein. De politie heeft zojuist de verdachte neergeschoten. Hij heeft al 3 mensen verwond. Een getuige die zit te vissen ziet de steekpartij van dichtbij. Hij is nog te ontdaan om er voor onze camera over te praten. De getuige zat aan deze kant aan het water te vissen toen hij zag dat de man met het mes iemand aanviel. Hij vertelde tegen ons dat de man probeerde om de keel van zijn slachtoffer door te snijden. Vervolgens kwam de man met het mes in zijn handen op de visser af. Die weet zichzelf in veiligheid te brengen door te doen alsof hij in het water duikt. Snel daarna vult het plein zich met hulpdiensten. Bart besluit om op zo'n balkon te gaan kijken. Je hoort binnen een heleboel geluiden. Mensen schreeuwen. Je denkt, goh, wat is er aan de hand? Je ziet een heleboel mensen wijzen naar een man die daar nogal nonchalant langs het pad afwandelt. Bart begint te filmen. Hij ziet dat de man wordt overmeesterd en wordt afgevoerd. Dus op een gegeven moment worden er ook nog eens opnieuw schoten gevuurd. Achteraf blijkt hij dan ergens in dat traject in zijn been geschoten te zijn. Er komt ook een arrestatieteam aanzetten, dus echt met volautomatische geweren, de hele verzameling erbij. Dan sta je hier toch nogal te kijken van wat er in godsnaam aan de hand is. Toch is hij er vandaag redelijk koeltjes onder. De NOS meldt dat de verdachte uit Syrië komt. Wat zijn motief precies is, dat wordt nog onderzocht. Ze zijn een doorn in het oog op de algemene begraafplaats in Naaldwijk. Reigers. De vogels bouwen nesten in de dennenbomen op de begraafplaats en poepen dan de grafstenen onder. Nou, zoals je kunt zien is deze steen meer wit dan zwart zoals het ooit geweest is. Ja, dat is natuurlijk, ziet er niet echt mooi uit. Die reigers die poepen al iets onder en dat geeft natuurlijk de graven geen mooi aangezicht. En dat zouden we natuurlijk het liefst hebben dat verdwijnt. Al jaren kleurt een aantal graven met enige regelmaat wit door de reigerpoep.
Politieke partijen hebben al meerdere keren aandacht gevraagd voor het probleem. Nu is het de beurt aan LPF Westland. De partij wil dat het college de overlast beperkt. Er zijn al diverse maatregelen genomen, maar die hebben niet voldoende gewerkt. Nu zeggen wij, ja, er is te veel overlast en haal de bomen anders weg als er geen andere oplossing is. Ja, voornamelijk zitten ze in deze bomen. Er zitten natuurlijk ook andere vogels in andere bomen. Maar de reigers zitten echt in die dennenbomen. Die zijn ideaal voor ze. Niet alle bezoekers van de begraafplaats zien de reigers als een probleem. Je moet blij zijn met de natuur en die mooie beesten. Ze maken je prachtige nesten. Wij wandelen hier regelmatig en wij genieten er gewoon van. En dat er dan af en toe een beetje poep op die grafstenen zit, dat moeten we maar voor lief nemen, zegt u. Dat moet je een beetje voor lief nemen. En als je er echt een ekel aan hebt, je hebt heel veel werkelozen. Ik zou zeggen, neem een emmer en water. En het is binnen een zwiet en een zucht opgelost. In Alphen aan de Rijn kampte de begraafplaats 8 jaar geleden ook met poepende reigers. Het probleem is aan te pakken, maar makkelijk gaat dat niet. We zijn sinds een aantal jaren zijn we nu met de laser bezig. Het blijkt dat de reigers, groene laser, daar kunnen ze op de een of andere manier niet tegen. Dat schrikt ze af. En dan hebben wij een assortiment laserlicht, dat is een felle straal. Die richten we dan op of in de buurt van de reigers en daar vliegen ze van weg. En dan blijven ze steeds langer weg als je dat maar blijft herhalen. De LPF wil dat de gemeente onderzoekt of zulke maatregelen ook in Naaldwijk werken. De tunnelboormachine die de Rotterdamse baan graaft is nu op de helft van de tunnelbuis. De boor bevindt zich nu onder de Prinses Mariannelaan in Voorburg. En voor de bewoners boven de tunnel zijn de werkzaamheden best wel spannend. Boven de grond is het heerlijk rustig, maar 15 tot 25 meter lager. Wij staan nu precies boven de boor. Ja, dus hij gaat ook een beetje onder dit huis door. Ja, dit nummer 216, daar gaan we onderdoor. Je kan dat ook eigenlijk goed zien wat we gedaan hebben. Je ziet overal dat we die kleine reflectoren hebben opgehangen. Om zeker te weten dat er niets gaat gebeuren als het gaat over zakkingen. Ik denk dat dit nou de vierkante 100 meter is in Nederland die het meest wordt gemonitord op dit moment. De bovenkant van het huis, zeg maar de bovenkant van die dat spiegeltje, dat zit zo'n 2 mm onder. Ondertussen is dat misschien een beetje gezakt. Nou, als je bedenkt dat een huis zoals dit, in dit prachtige weer gaat iedere dag is het een halve centimeter langer 's middags als 's ochtends. Dan zit dat eigenlijk in de natuurlijke range van wat er hier gebeurt in de omgeving. Maar je zal nu maar boven die boor wonen. It's quite strange and yeah weird, like a bit scary also. Hij schijnt hier al iets voorbij te zijn, maar ja, daar merk je helemaal niets van. Ik vind het wel spannend eigenlijk. Ja, ik vind het wel spannend. Er is inmiddels ruim 800 meter geboord en het diepste punt van 33 meter zijn we voorbij. Nu gaat de boor omhoog richting eindpunt Binkhorst. Paul Jansen vergelijkt de boor met een blik. Aan de voorkant van het conserveblik, daar draait een graafwiel en dat schraapt de grond voor zich weg. Aan het tweede gedeelte van het conserveblik, daarin staat een soort robot en die maakt aan de binnenkant van het conserveblik de nieuwe tunnel. En dat maakt hij met half ronde Lego stenen. Dus er stort nooit grond in. Aan de voorkant schrapen we de grond weg. En aan de achterkant poepen we een tunnel uit. 2 weken geleden was de Blue Lagoon op Scheveningen eigenlijk niet veel meer dan een zielig hoopje as. Na de grote brand die de strandtent volledig verwoestte. Het terras was al snel weer opgebouwd. En deze week was ook het overdekte paviljoen aan de beurt. Vanaf zijn balkon is het een imposant uitzicht. De wederopbouw van strandtent Blue Lagoon op Scheveningen. Ruim 2 weken geleden legt een grote brand de strandtent volledig in de as. Inmiddels maakt de ravage plaats voor een nieuw paviljoen. Alles is losgekoppeld in units en die worden aan elkaar gekoppeld. Zoals eigenlijk een huis. Dus we hebben straks een heel restaurant van 21 meter waar de Blue Lagoon staan. Wat vindt u er nu van dat eigenlijk amper 2 weken later dat gewoon de hele strandtent er weer staat? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is echt heel goed. Dat kan je ze nageven hoor. Ze regelen alles. Na de brand schieten verschillende bedrijven de Blue Lagoon te hulp. Zo staat er binnen no time weer een terras en een noodbar.
Ze hebben ons allemaal naar voren geholpen om als eerste elektriciteit te krijgen. Stroom, loodgieterswerk, timmerwerk. Ja, gigantisch veel werk verzet. Hebben jullie nou deze units erop zo op voorbereid dat er in de toekomst helemaal geen brand meer kan ontstaan? Of, Nou, kijk, we hebben wel brandwerende platen, maar het blijft natuurlijk hout allemaal. Dus zelfs staal gaat in de brand. Dus nee, dat lukt niet. Niet brandvrij. Maar wel brandvertragend allemaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet duidelijk. Maar voordat dat is onderzocht, heeft Blue Lagoon al lang zijn oude vorm weer terug. Gasten kunnen namelijk vanaf vanmiddag weer gebruik maken van het paviljoen. Al blijven sommigen liever buiten met het weer. Het schoonmaken van het asbest in Hazenswoude-dorp is begonnen. Tientallen huizen werden vorige week bezaaid met asbest na een grote brand in een boerderij. Het spul kwam terecht op daken en in tuinen. Straten en stoepen worden afgelopen vrijdag al asbest vrijgemaakt. Maar het saneren van daken en tuinen is een intensievere klus. Veel bewoners zijn blij dat hun wijk stukje bij beetje weer schoon wordt. Nou, ik vind dat ze geweldig te best gedaan hebben, de mensen, de organisatie. Want de volgende dag is natuurlijk even plannen en zo allemaal. Maar de vrijdag waren ze volop bezig met 8 man in de straat. Met het, elke steen werd schoongemaakt. Ja, dat is fantastisch. Ze zitten hier inderdaad lekker op de knietjes schoon te maken. Op zich, voor mij hadden ze op mij betreft kunnen beginnen met de speeltuin. Ik bedoel, het is mooi weer en... Kinderen zitten nu allemaal verplicht binnen, zeg maar. We waiting for them to clean this area, because the kids are bored. Very bored. Ze hebben hier op de knieën de straat gezogen. Nou, dat doe ik niet eens in mijn huis. En ook over de communicatie vanuit de gemeente zijn de meeste mensen die wij spreken tevreden. Ik heb al 4 brieven gehad van de week. Dus iedere keer als we wat gaan doen, krijg ik een brief van de gemeente. Dus ze zitten er wel op. We krijgen elke dag krijgen we schrijven van de gemeente wat we moeten doen, hoe het ervoor staat. De communicatie is juist heel erg goed, vind ik. Al denkt een enkeling daar toch anders over. Toen was hier alles al achter de rug eigenlijk. Tenminste, zover achter de rug. Kregen we s'avonds laat een brief. Ik zei, dat is lekker vlot. Ondertussen maakt de gemeente Alphen aan de Rijn voorzichtig een balans op. De eerste indruk is dat het mee lijkt te vallen. Het goede nieuws is ook dat er nog in geen enkele woning, anders dan die van de boer, asbest is aangetroffen. Dus het gaat echt om de buitenkant van de woningen, de daken, de tuinen die nu schoongemaakt worden. En als het saneringsbedrijf alles op alles zet, dan is het ergste leed snel geleden. Ruim 40 zeilschepen zijn vertrokken vanuit Scheveningen richting Harwich voor de Noordzeeregatta en de vuurschepenrace. Maar voordat de overstap gemaakt wordt, schuiven de zeilers eerst nog even aan voor een hartige maaltijd. Het is 3 uur voor aanvang van de vuurschepenrace. Terwijl de boten nog voor anker liggen, wordt binnen nog even snel een hapje gegeten. Wat staat er op het menu? Pasta met salade. En is dat speciaal gekozen? Nou ja, er zitten natuurlijk wel heel veel koolhydraten in, waar je in principe natuurlijk lekker lang op door kan gaan. Dus er zal vast rekening mee gehouden zijn. Er is ontzettend hard gewerkt door het team om de boot helemaal klaar te maken. Er is heel veel materiaal aan boord van de boot gebracht. We spreken nu nog net even de laatste weerberichten door en de navigatieopties om naar de overkant te komen. En we zijn er klaar voor. Met een speciaal programma wordt de route naar Harwich bepaald. Deze oranje boot heeft een hele extreme zuidelijke route. Ik denk niet dat we dat gaan doen, want deze blauwe boot, die ziet er goed uit. Deze groene zou misschien nog wat sneller gaan, maar die komt aan deze kant heel extreem uit en dat is een groot risico. Alles hangt dus af van de omstandigheden. Welke route het wordt, wordt op het laatste moment besloten. Om 7 uur 's avonds klinkt in ieder geval het startschot. En op weg zijn de boten richting Harwich. Het is dan nog warm, maar dat zal snel veranderen. We hebben nu buiten heerlijk 28 graden. Iedereen heeft het heel erg warm. Maar het zeewater is momenteel nog maar een graadje of 8. Dat is 20 graden lager. Dus als de wind over het zee naar je toe komt, dan heb je het heel gauw koud. Vandaar dat alle boten ook, tenminste iedereen heeft hopelijk hele goede zeilkleding meegenomen om 's nachts niet koud te worden. Wanneer de boten finishen in Harwich is afwachten. Want dat is afhankelijk van de stroming en de wind. En dat kan zomaar enkele uren schelen. Maar als alles goed gaat, kunnen ze rond etenstijd aanschuiven voor een typisch Engelse maaltijd. Bewoners van de Brugweg in Waddinxveen zijn de vrachtwagens door hun straat meer dan zat. De weg wordt gebruikt om uit te komen bij bedrijven die daar in de buurt zitten. En vanwege nieuwbouwwerkzaamheden komt daar nog veel meer zwaar materieel bij. Nu is het rustig op de Brugweg door wegwerkzaamheden.
Maar normaal gesproken is deze landelijke weg een drukke verkeersader tussen veel bedrijven in dit gebied en de N207 bij Waddinxveen. Als je dan in de schafttijd aan de weg ging zitten als het mooi weer was, dan kwamen de wagens van verkeer langs en dan zag je de weg helemaal golven zo. Met zwaar beladen met kaas. En de mensen klagen daarvan, want de huizen scheuren, zakken van de palen af en het is gewoon een ramp. En vooral de tractoren. Die komen hier naar beneden zitten met misschien wel 40, 50 ton. En die springen, die dansen en daar hebben die mensen hier aan de overkant heel veel last van. Want dan gaat het huis gewoon heen en weer. Het huis, mijn jongen die was klein en riep hij al, papa, het huis gaat heen en weer. Hoe komt dat het golft? Nou, ik denk dat het dus allemaal veengrond is hier en dan zware auto's eroverheen, dat gaat niet goed. Vele bewoners hebben schade aan hun huizen. Bij Bertus is de afvoerbuis afgebroken. Afgebroken in de muur door het bewegen van het huis. Nu de brug weg is afgesloten voor werkzaamheden, rijdt het verkeer een andere route naar de N207. De provincie laat scooters zachtjes voor de vrachtwagens uitrijden op deze wegen. Ja, je ziet het, hè? Hier kan het wel, hè? Scootertjes ervoor, rustig aan. Nou, dat willen wij ook graag zo. Wat zou een oplossing kunnen zijn hier? Een randweg. Dus geen verkeer meer hier. De aanleg van een alternatieve route kost 6 miljoen euro. En dat is voor Waddinxveen te duur. De gemeente wil de grote bedrijven bereikbaar houden en ziet momenteel geen oplossing voor het probleem. Ja, volop zon en zomerse temperaturen. De ingrediënten natuurlijk om eens even lekker buiten te spelen. In het zwembad in Alphen aan de Rijn hielden ze om af te koelen een heus watergevecht. En je kon er stuiver duiken in ruil voor snoep. Hier zo. 3, 2, 1, go! Waarom is dit nou zo leuk? Omdat je iedereen mag nat spuiten. Hey Jelle, heb je al raak geschoten? Ja. Op wie? Op mijn zus. In het water liggen de stuivers en sleutels. Jullie hebben er wel heel veel, jongens. Ja, we hebben er 10. Hoe heb je dat gedaan dan? Zoeken. Ja, wat was het lekker weer, hè, deze week. Zomers weer. En dat levert dus zomerse weerfoto's op. De winnende weerfoto deze week is gemaakt door Robin van Wissen. Hij ontvangt zijn weerfoto afgedrukt op canvas. Heeft u nou ook een mooie weerfoto? Stuur die dan naar weer@omroepwest.nl. En dat was het weer voor deze week. Volgende week zaterdag is er weer een nieuwe aflevering van het TV West Weekoverzicht. De actuele nieuws kunt u blijven volgen via onze website omroepwest.nl, Facebook, Twitter, de app en natuurlijk bij de collega's van 89.3 Radio West. Ik wens u een mooi weekend. We'll be right back.